Even attentie, we gaan even deze scène nu doorlopen. Dat wil zeggen. Meisjes, jongens, dames, heren, kijk. We gaan het pas goed voor de camera kunnen brengen wanneer de camera hier opgesteld staat. Hier achter dit bureau zit ik, die gekke fotograaf. Hij heeft zijn haren, heeft hij zo. En dan moet ik omringd zijn door één of twee van de dames. Zodra die van jou weggaat, zo dus zoals nu. Dat is maar daar de andere kant op lopen, hè, langs de tafel. Continu die langzame beweging. Perfect, echt. Dit was het gewoon. Even stilte. Voordat hij in staat zou zijn Cyril Beauchamp, zijn gekke vader, aan de borst te kunnen sluiten. Ondertussen ging hij door met lijden. En zijn hoofd werd zwaar van het besef dat hij, Dirk Beauchamp, 26 jaar oud, van dit lijden hield. Ja, hij hield van zijn eigen misère. Hoe hield hij niet zielsveel van zijn misère?